Hoi, en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkes en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook weer aan de slag met een heel mooi frame. Een mooie ondergrond en heel veel mooie bloemen. Dus ik zou zeggen, heb je zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En we gaan een heel leuk seizoen in. Dus aankomende maanden komt er heel veel leuks aan. Dus druk eventjes op die abonneerknop. En wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, komt gewoon naar je toe. Extra makkelijk. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. We gaan dus vandaag aan de slag met dit prachtige frame. Je kan er een mooie kaas in doen, maar wij gaan er gewoon weer iets anders mee maken. We gaan iets heel aparts mee maken. Ik gebruik hiervoor de Biolit schaal van Oasis. Bioversie. Dus dat is heel erg mooi. De buitenzijde is gemaakt van papier mâché. En buiten omdat het gewoon heel duurzaam is, vind ik dat het ook mooi en een mooie natuurlijke sfeer hebben. En daar wil ik vandaag op mee gaan werken, want ik heb hier hele mooie houttakjes, een beetje in dezelfde kleurtint. En ik wil jullie laten zien dat je dan eigenlijk de hele schaal niet eens helemaal hoeft weg te werken, maar dat het dan een heel mooi geheel kan worden in het stuk. Dus daar gaan we gauw mee aan de slag. Laten we gauw gaan beginnen. Het bloemstuk van vandaag kan je eigenlijk op heel veel ondergronden maken. Ik gebruik vandaag een heel tof en mooi zwaar frame. Maar je kan hem bijvoorbeeld ook mooi op een mooie schaal maken. Of misschien heb je een andere toffe ondergrond waarvan je eigenlijk niet goed weet. Wat moet ik ermee? Nou, dit bloemstuk kan je eigenlijk op heel veel verschillende manieren op verschillende ondergronden maken. Wat we vandaag wel gaan doen is we gaan kijken naar de vorm van het frame. En daar gaan we ook echt mee werken. Rond op rond is altijd goed. En daarom is het ook zo mooi om dit ronde Biolit schaaltje te gebruiken. En ik vind het gewoon echt super handig werken. Hij past ook mooi al in het geheel in. Dat kun je al zien. En ik ga daaromheen de houttakken vastmaken. Dat doe ik met krammen. Die zet ik weer vast in het steekschuim. Dus ik haal jullie even iets dichterbij. Dan kun je precies zien wat ik doe. Je pakt de houttakken en die werk je eromheen. En dan kan je hem aan de bovenzijde vastzetten met eventueel wat krammetjes. Je mag best het schaaltje nog iets doorheen zien. Want je zult zien dat het één geheel gaat worden op die manier. Je maakt ook gelijk het frame, het steekschuim iets aparte. Dus je geeft het net wat aparte effect. Terwijl je eigenlijk niet zo eens zo heel veel handelingen doet. Dus dat is heel erg tof. Eventueel kan je ook wat lijm gebruiken als je het prettig vindt aan de onderzijde. Zoals je kan zien heb ik het nu al wat weggewerkt. Straks kan je eventueel nog wat extra krammetjes gebruiken om het nog vaster te zetten. Maar we gaan nou eerst beginnen met het verwerken van de bloemen. Ik steek een beetje mee met het frame, want dat vind ik gewoon erg mooi. En ik gebruik mooie romantische kleuren, maar ik gebruik ook wat herfstmaterialen. Zoals appeltjes en vruchtjes. Omdat ik dat gewoon mooi vind in deze tijd. Maar ik vind de kleurtinten bij elkaar wel erg mooi. En zoals je kan zien, laat ik veel bloemen meelopen een beetje met het frame. En ik ga hem rijk vullen met bloemen. Zoals je kan zien, werk ik een beetje mee met de vorm. Dus ik heb aan deze kant iets hoger en aan die kant iets hoger.
En ik kijk hoe de materialen mooi vallen in het stuk. Ja, zodat je ook mooi diepte krijgt in het stuk. Daarnaast kies ik allemaal bloemen die een beetje in de romantische stijl passen. Geeft een mooi sfeertje in combinatie met het frame. Ja, het is gewoon erg mooi in het stuk. En ik gebruik echt vooral heel veel bloemen om rijk gevuld te laten lijken. Mooi met veel mooie materialen, mooie bloemen. En natuurlijk let je erop dat je de bloemen allemaal even goed schuin aansnijdt. En ik gebruik dus verschillende hoogtes in het stuk. Zoals je kan zien is het bloemstuk rijk gevuld met eigenlijk alleen maar bloemen. Hè? Aan de buitenzijde hebben we wat meer hoogte gebruikt, maar ook met diepte door de materialen op verschillende hoogtes te steken. Dus er mag best wel iets verschil in zitten. Zoals je kan zien heb ik dat ook gedaan. En daardoor krijg je een heel rijk gevuld effect, maar ook diepte waardoor het bloemstuk wat spannender wordt. We willen natuurlijk wel een beetje herfst aan toevoegen. Dus ik heb mooie appeltjes. Dat gewoon deze grappige vruchtjes die ik erin wil gaan verwerken. Dus dat ga ik doen. Daarnaast ga ik onderin de houtslingers nog eventjes iets netter bij elkaar lijmen. En wat je ook kan doen is eventueel de appeltjes en de vruchtjes mee laten lopen met de onderkant. Zodat het echt helemaal een heel één geheel wordt. Dus dat gaan we doen. Ik ga hem even eerst mooi wegwerken en dan gaan we de appeltjes en de vruchtjes er verder in verwerken. Voor de appeltjes gebruik ik eventjes een prikketje. Die steekt er onderin en dan kan je hem er zo in verwerken. Wil je hem aan de onderkant verwerken, gebruik dan eventjes koud lijm. Ga je verse materialen lijmen, gebruik dan de Oasis koud lijm. Dat is echt goed voor de materialen. Warm lijm op verse materialen en zorg ervoor dat de verse materialen gewoon niet zo lang mooi blijven. En ze krijgen zoals appeltjes gauw bruine plekjes. Dat wil je natuurlijk niet. Wat ik altijd doe, als ik er lijm op doe, dan blaast er heel iets op. Dan zie je de kleur iets doffer worden. En dan blijft hij vaak net iets beter gelijk kleven, omdat hij al een klein beetje is aangedroogd. Hou hem dan eventjes vast. En laat hem daarna even goed aandrogen. Dan om het helemaal in de herfsttinten af te maken, gebruik ik nog wat roze bottel. Deze kleur ook erg mooi bij de appeltjes.
En als laatste spray ik het bloemstuk in met de Floralife Finishing Touch. Voor lange houdbaarheid van de snijbloemen. Kan je het tegenwoordig ook bestellen in onze webshop. En ja, heel fijn. Ik werk er graag mee. En dan hebben we echt een prachtig en rijk gevuld bloemstuk. Kijk hoe mooi die materialen bij elkaar. Hij is wel wat druk, maar juist ook heel mooi van kleur. De kleuren zijn mooi op elkaar afgestemd met het natuurlijke materiaal eronder. De bio steekschuim eronder geeft juist een heel mooi geheel. Je ziet hem eigenlijk nauwelijks terug, omdat hij ja, ondergrond dezelfde kleur heeft als het hout. En daardoor wordt het ook weer een heel mooi geheel, ook weer in combinatie met het frame. Niet de standaard herfstkleuren, oranje-rood, maar door de roze bottels, de appeltjes. En ja, door op deze manier met het materiaal te verwerken, heb je toch echt een heel geweldig mooi herfststuk. Ik ben er gek op. Ik hoop dat jullie het ook wel leuk vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Wil je het pakket van vandaag zelf bestellen en zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt er onder een kopje cursuspakketten en we zijn door heel Nederland, België en Duitsland. Goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Wil je me verder volgen, kan je dat ook doen op Facebook of Instagram. En dan zie je me de volgende keer weer. Doeg!